Ik vind het toch wel weer spannend hoor, als je er middenin zit. Ah, Martijn. Is het nou gelukt of niet? Oh, hey Denzel, je krijgt een koekje van eigen deeg. Zo, hier moet onze bunker zijn. Kijk hem even stoer doen hoor. Wat? Met zijn gehuurde auto. Ben je er klaar voor? Nee, ben jij er klaar voor? Nee, het wordt echt een pokkeling seizoen. Maar in ieder geval, seizoen 2 van Robin Hood is een feit. Na 4 jaar gaan we het toch echt weer doen. We gaan mensen pakken die hun geld op een oneerlijke manier hebben verdiend. En dat gaan we weer teruggeven aan de armen. Al het geld dat we ophalen, geven we aan een goed doel. En dit seizoen bepalen jullie aan welk goed doel we dat gaan geven. Dus dat kun je eventjes in de comments hier beneden commenten. En bij deze heb ik mezelf ook opgegeven als goed doel. Dus je kan ook mijn naam taggen. Doe maar gewoon. Zou ik die doen. Martijn, aan jou de eer. Jij mag gaan bekendmaken welk doelwit we gaan pakken. Denzel D. Je zou hem kunnen kennen van zijn YouTube-kanaal Gewoon Doen. Aangezien Denzel met zijn praktijken toch aardig wat centen verdiend moet hebben. En omdat hij de weddenschap met Tim nog steeds niet heeft afbetaald. Wetje leggen? Oké, bij deze. 100 piek. Als dit online komt, dan krijg ik 100 piek. Ding. Is het hoog tijd voor Robin Hood om wat euro's terug te gaan pakken? Kijk eens jongen, je favoriete drankje. Ja, dit doe je goed jongen. And so it begins. Ja. Even het plan. Ik heb morgen om 2:30 een afspraak met Denzel, die parkeergarage. Ja, vanaf dat moment gaat hij naar boven naar jouw afspraak. Ik sta in de parkeergarage klaar met een team die zijn auto gaat verslepen naar een invalide plek. Slim. Ja. Ja, ik moet natuurlijk aan de praat houden, want jij hebt je tijd nodig. Maar alsjeblieft Niels, schiet een beetje op. Ik heb geen zin om urenlang met hem te ouwehoeren. Nee. Als hij klaar is, komt hij natuurlijk naar beneden om zijn auto op te halen. En wie staat daar? Een beveiliger. Want ja, hij staat verkeerd geparkeerd en daar staat een boete op. Dat zijn nou eenmaal de spelregels van die parkeergarage. Dus als ik het goed begrijp, gaan we hem een parkeerplaats aanbieden. Wat uiteindelijk een andere parkeerplaats blijkt te zijn. En daar betaalt hij de volle pond voor. Ja, het komt me heel bekend voor. Volgens mij deed hij zoiets met Weirdpost, dat hij dan een product verkocht en dan iets anders leverde. En dat ging dan helemaal mis. Oh, hey Denzel, je krijgt een koekje van eigen deeg. Oké, ik heb zometeen hier het gesprek met Denzel. Dat gaat hier plaatsvinden. Ik zit zometeen met 2 vrouwelijke collega's. Want Denzel houdt volgens mij wel van de vrouwtjes. Die leiden hem dan waarschijnlijk extra goed af. We hebben hier een cameraatje verstopt. We zijn het hele kamer aan het werk. We willen natuurlijk zoveel mogelijk shots. Maar hij mag ze ook niet zien. En nog een heel leuk dingetje. Je zou het waarschijnlijk niet denken. Maar ja, het is echt zo. Hier zit ook gewoon een cameraatje in. Oké. We gaan nu even de GoPro'tjes installeren in de garage. We hebben hier echt een geweldige plank liggen. Ja, zo staat hij wel goed, hè? Hij ziet helemaal niks als hij hier komt aanrijden. Stop! Vijf over twee. Nee, wij moeten gewoon echt als een team gewoon er bovenop zitten. Het is nu gewoon afwachten. Iedereen staat volgens mij in positie. Ik hoop toch echt wel dat hij de juiste parkeerplaats gaat uitkiezen. Er staan 3 plekken vrij vlak naast de invalide plekken. Dus ja, dan is zeg maar de verwarring wat minder heftig. En dan accepteert hij die 100 euro denk ik wat makkelijker. Ik
Oh kut, ik moet die gasten bellen, Oh fuck. Yo Nelis. Ja, ik kom eraan. Oké, yo. Yo, we gaan aan de slag. Oké, we gaan naar buiten nu. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag weer. Hi. Kan ik je ruimte gaat meenemen bellen? Mag ik wat vragen hier? Waar staat u geparkeerd eigenlijk? Beneden, gewoon in de garage. Garage, maar op welke plek staat u? Gewoon een plek. Een vrije plek. Een vrije plek, toch? Nee. Ja, dit is hem, toch? Is het een elektrische auto, die A3? Nee. Is het een elektrische auto, ja? Kutzooi, hij staat op een oplaadpunt. Oh, hij mag dit niet door hebben. Hij heeft het niet door, jij moet vooral normaal doen. Ja, daarom moet ik ook niet heel verantwoord zijn. We kunnen hem heel debiel over laten komen door zijn auto echt daar naartoe te verplaatsen en daar een sticker neer te zetten. Of we gaan voor veilig, we willen gewoon 100 euro pakken. Zet hem even weg, plakken de sticker, zet hem weer terug. Ik zeg dat wordt het plan. Oké, als je mij nu zo hoort praten, zie je dat ik zenuwachtig ben? Nee, Martijn. Ik kan een hebbing hier niet meer. Oh. Nee, het was allemaal buiten hier aan doel. Ja, serieus. In de hoek weer. Goedemiddag. Goedemiddag, ik moet een auto in de parkeergarage plaatsen. Goeie vriend. Ja, deze moet even weggesleept worden. Daar plakken we even wat op de grond. Ja. En dan kan hij weer op dezelfde plek terug. Dat is makkelijk, toch? Kijk eens even. Dit is maatwerk, jongens. Ja. Kijk eens. Ah, Martijn. Is het? Lekker. Ja, kun je zijn hand geven? Ja, dat is wel leuk. Goed? Ja. Lekker. Ja, komt u maar. Doorduwen met dat ding. Ja, als je nog een klein stukje naar achter gaat, kan ik al plakken. En wij zijn van Gier Gasten, zijn we nu gewoon een beetje aan het kijken van wat zijn de gezichten die we eraan willen linken. Gaan we kijken. Hier zo. Ja, check. Gaan we hem zo doen, jongens. Ik had in die onderdeur nog betaald. Oké. Weet je wat we even kunnen doen? Gewoon bij de buren ook even eentje neerzetten. Er zijn er twee plekken. We kunnen er ook nog naar wijzen. Ah, ja, verkeerd. Verkeerd, pik. Ik ben net 27 en ik denk, ik kan nu nog zeg maar, voor het geld gaan. Zo. Zo. Oké. Beide zijn geplakt. De auto kan weer naar voren. Tot nu toe gaat het soepel. Ik ben wel helemaal doorweekt. Blijft toch spannend, hè? Ja, gaat goed. Helemaal top. Hij doet de auto het nog, maar dat gaan we straks zien. Vrienden van Bergnet, hartstikke bedankt vriend, tot de volgende. Lekker geweest. Ik heb het van Big Brother echt goed in de gaten van al die persberichten. Nee, Martijn. Martijn, hey, alles staat gereed hoor. Ja, dat kan. Ik zit nu nog even in de meeting. Maar ik bel, zal ik even bellen als ik uit de meeting ben? En is het gezellig? Is het gezellig? Is het leuk? Ik bel je als ik klaar ben, ja? Geef hem even de groetjes van me, ja? Ja. Oké. Yo. Tot zover het codewoord. Martijn kan komen, althans Denzel kan komen. En Jezus, ik vind het toch wel weer spannend hoor, als je er middenin zit. Pot, verdikke me. Ja, leuk je gesproken te hebben. Maggie, laat jij hem uit of Het komt zeg maar nu echt op dit moment aan. Adnan die heeft zich goed voorbereid, die heeft zin om die gozer te pakken, dus ik heb nu gewoon 100% vertrouwen in die gozer. Yes. Yo, Martijn. Ja, hij komt. Hij komt?
Goeiedag, Jan Auto. Ja. Die staat op een invalide parkeerplaats. Is dit invalide ook? Ook, allebei. Oké, ja, dat was me niet duidelijk, want ik was hier al langs heen gereden. Hier ging ik geen keer langs. Ja. Maar hier zit niet zo'n ding op, dus ik dacht, oh, kan wel. Toen al wou je dat per mobiel doen. Zit jij dat? Oh, waar ga je heen? Megan. Megan, hij gaat terug naar binnen. Hij is het er niet helemaal mee eens, dus... Hij is waar niet mee eens? Ja, met die boete natuurlijk. Oh, hij heeft de boete al gegeven? Ja. Nee, hij moet hem nog betalen, dat is het. Hij moet hem nog betalen, maar hij is er niet meer mee. Ik zeg nee. En ik had het ook echt niet door, maar het was dus wel zo. Het was gewoon echt zo. Ja. Nee, nee. Ja. Maar de camera staat dus, de ben staat verbonden op de meldkamer van de politie. Dus ik denk dat jij een boete krijgt. Hoe wil je dat betalen? Krijg ik een kwitantie? Krijg ik een bonnetje? Nee, dat is gewoon per direct betalen. Oké, maar waarom krijg ik geen bon? Dat krijg je bij je afschrift. Bij je afschriften kun je dan laten zien aan hun. Voor elke transactie die je doet, krijg je een bon. Ja. Als ik geen bon krijg, betaal ik. Ja, maar dat krijg je nog wel. Ja, dat gaat allemaal via systeem. Hè. Dat is niet meer 1990 waar je in zit. Nee, dat snap ik. Snap je? Het gaat nu elke dag zo, snap je? En nu kom je eigenlijk mij een beetje vertellen hoe de regels die werken. En ik heb eigenlijk... Ja, ik hoop dat je bereikt hebt. Dit is Lijk. Gozer. Martijn. Is het nou gelukt of niet? We hebben 100 euro. Holy shit. Ik kan niet geloven dat dit is gelukt. En hij heeft gewoon 100 euro. Hij heeft gewoon 100 euro heeft hij afgerekend. Ja, ik wil je niet kunnen rekenen, maar ik denk dat hierbij moet doen. Ja, dus, zie ik ouwe. Ja. Dit is wel heel lijp. Goed, gaan we alleen nog even Tim Hofman bellen voor de 100 euro, hè? Wat wil hij ermee doen? Gaat hij het geven aan het goede doel of houdt hij het lekker in zijn eigen zakje? Ik hoop voor hem dat hij het doneert, anders kom je echt heel slecht over. Inderdaad. Heb je al 3 keer niet opgenomen? Ik heb deze week al 3 keer gebeld met Tim Hofman. Neem al 3 keer niet op. Nou, dit zegt wat, Tim. Ja. Dit zegt echt wat. Je mag Niels niet en ik snap je. Als jij 3 keer mij wegdrukt, dat is gewoon... Imiseren, ik haat je. Ja. Oké, nou, weten we dat ook weer? Nee, ja, in alle eerlijkheid, Tim, ja, deze 100 euro was voor jou bedoeld. Het is nu aan jou, wil je doneren aan het goede doel? Dus laat het even weten via social media of in de comments. Of bel Niels alsjeblieft gewoon even terug, want die jongen die slaapt gewoon niet meer. Nee, inderdaad. Ik wil gewoon een beetje aandacht van je, Tim. Even naar jou, Denzel. We hebben natuurlijk 100 euro voor je gepakt. Dat is allemaal leuk en aardig, maar we bieden je wel de mogelijkheid om gewoon die 100 euro terug te claimen. Dan betalen wij die 100 euro, leggen wij het geld wel in. Of jij zegt gewoon, joh, vond het een leuke grap, ik leg die 100 euro in voor het goede doel. Ik kan me niet voorstellen dat hij denkt, ik vond het een leuke heel grap. Heel positief maar, ja, we willen het dus met je goed maken. Bij deze tenzij, laat ons weten. Ja. Volgende week gewoon weer een nieuwe slachtoffer. Ja. Leuk man. Abonneren trouwens. Hè? Ja, inderdaad. De helft van jullie is nog niet geabonneerd, dus Abonneer gewoon eventjes. Okay. Anders ben jij misschien de volgende. Wow. Evil laugh.